Na bijkans 2 jaar heeft de FHR Institute for Higher Education afgelopen zaterdag aan 130 studenten hun diploma uitgereikt. Het gaat om 60 bachelor en 70 master afgestudeerden. Deze studenten zijn in 2020 en 2021 afgestudeerd. De rector van FHR, Hans Limapo, meent dat studeren in de afgelopen jaren veranderingen heeft ondergaan. Ook in de toekomst zal er veel veranderen als er gekeken wordt naar de manier waarop het onderwijs in Suriname en de rest van de wereld is. Naast de rector was ook als gastspreker aanwezig Annen Jagisser, directeur van Staatsoliemaatschappij Suriname. Hij merkte op dat veel van de afgestudeerden al op cruciale posten zitten in de maatschappij. Het is duidelijk zichtbaar dat deze groep het verschil beginnen uit te maken en dat is goed, omdat zij een goede studie hebben afgemaakt. Limapo gaf nog aan dat het FHR-instituut zijn studierichtingen eerder richt op klimaatverandering en groene studies in plaats van olievondsten. Het gaat in deze om masteropleidingen die tussen juli en oktober van start gaan. Vanaf volgend jaar zal er een bacheloropleiding zijn die zich focust op een groene wereld.